welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik echt de beste betaalbare make-up ever. Ik ga het vandaag hebben over een aantal betaalbare make-up producten die ik jullie echt even wilde laten zien. Ik heb ze hier bij elkaar verzameld en ik dacht ik ga er een hele video over maken. Want deze producten verdienen echte aandacht. Je zult er misschien ook al een aantal hebben gezien in mijn video's. Een aantal misschien ook niet. Maar ik weet dat iedereen van betaalbare make-up houdt. Ik weet dat iedereen altijd op zoek is naar betaalbare make-up. Want ja, bij de betaalbare make-up categorie is er ook altijd heel veel slecht, dus maar ook echt heel veel goed. Dus ik ga het vandaag hebben over deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 producten die jullie echt allemaal nu gelijk moeten gaan kopen. Dus vind je het nu al leuk en ben je heel erg benieuwd naar waar ik het over heb? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen met het duurste product van al deze make-up en dat is van Milani. Milani is nog wel officieel een betaalbaar merk, maar ze zitten wel in het hogere segment qua betaalbaarheid. En dat is deze Milani Baked Highlighter. Ik ben echt obsessed. Ik had hem ook in een video getest. En ik heb hem nou echt al de hele week gewoon op. Ik heb hem nou ook op. Ik heb het hier gedaan. Voorhoofd, neus. Ik heb hem ook een beetje hier gedaan. Ik heb de kleur Champagne. Maar je hebt ook andere kleuren. Ik heb de kleur 120 Champagne. Te koop bij Boozy Shop. Amazing. Deze kleur is ook echt perfect voor mijn huidskleur. En het is gewoon zo erg mooi. Het is zo niet te goud. Echt een perfecte mix van champagne en goud. Ik vind het echt prachtig hier. Ik breng nog een beetje extra aan alsof ik niet al genoeg op heb gedaan, maar oké. Dit is echt een van mijn beste highlighters. En niet alleen maar de beste van de meer betaalbare, maar ook echt vergeleken met mijn high-end make-up, mijn high-end highlighters, is deze echt een van de beste. Hij is ook lekker groot, dus hij gaat super lang mee. Je gaat me echt niet kunnen zeggen dat je hem opmaakt binnen een jaar. En ik ben er echt zo blij mee. Het is echt je geld waard. Hij is dus echt wel een beetje duurder, maar nog steeds wel echt gewoon betaalbaar. En ik heb hem nou al 5 keer echt gezegd in een minuut. Maar deze wilde ik dus echt nog even extra onder de aandacht brengen, want hij is echt amazing. Zo heftig, echt I love it. Het volgende is deze Natural Fresh Bronzing Duo van Benecos. Dit is dus een bronzer en een blush in één. De blushkant is ook echt oprecht mooi. Ik gebruik hem wel echt oprecht voor bronzer en ik pak ook echt vooral deze kleur. Al ja, mijn kwast is zo groot dat hij altijd wel allebei de kleuren pakt. Het is ook gewoon mat by the way, maar ik richt me wel vooral op de bronzing kleur. Dit is echt een goede bronzer. Slechts iets van 5 euro of zo te koop bij de Douglas. Benecos is ook een 100% natuurlijk merk. Dus ze gebruiken alleen maar naturel producten. Dus dat is ook een top. En ik had echt absoluut niet verwacht dat ik deze goed ging vinden. Want de meeste natuurlijke merken werken toch niet altijd zo top. Dus ik had hem gewoon gekocht. Ik wist ook helemaal niet dat Benecos 100% naturel is. Dat wist ik niet. Ik dacht het is gewoon een betaalbaar merk. Maar ik was zo impressed met deze bronzer. Ik had hem toen ook getest. Ook weer in een video. Ik was zo impressed. Vooral voor de lage prijs. En ook vooral omdat ik echt nul verwachtingen had ervoor. Deze is echt amazing. Ik heb hem nou by the way niet op. Maar deze is echt super super goed. Hij is gewoon mat. Daar hou ik ook echt van. En als je wilt kun je ook de blushkant gebruiken als blush. Want dat heb ik ook echt gewoon een keer gedaan. En omdat dat het echt een bronzer en een blush in één is. Smelt de bronzer kleur prachtig in met de blush kleur. Dus deze is echt 100% een aanrader. Echt allemaal kopen. Het volgende is, ik heb dit product al wel een tijdje. Maar ik gebruik hem sinds kort weer wat vaker. Ik weet niet waarom ik hem in het begin niet vaak gebruikte. Maar ik ben helemaal verliefd geworden. En dat is de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Zo'n goede betaalbare concealer. I can't. Ik vind geen enkel andere concealer van NYX Cosmetics goed. Deze is echt de beste voor hun. Ik heb de kleur naturel en dit is ook echt een goede kleur voor mij. Hij droogt mooi naturel slash mat op. Ik ben echt helemaal impressed. Ik weet niet waarom ik hem al een tijd heb en niet gebruikte. Geen idee. Ik had hem ook volgens mij in een video getest. But I'm not sure, maar volgens mij wel. En hij is zo mooi. Hij smelt zo mooi in met mijn foundation. Hij blijft lang zitten. Hij creased niet. Dit is echt een goede concealer. De naam klopt ook goed uit. Can't stop, won't stop. Hij stopt echt niet. Het is echt een goede concealer. Je kunt hem ook in een donkerdere kleur halen en er ook een beetje mee contouren. Dat doe ik ook heel vaak met wat meer donkere concealers. Dus deze wilde ik ook nog eventjes laten weten. Het volgende is ook weer iets waardoor ik echt helemaal impressed was. Niet te doen. Ik was echt in shock. Had het weer totaal niet verwacht. En dat is de Lottie London Selfie Ready
foundation. Spoortjes goedkoop, te koop bij de Kruidvat. Hij viel bijna uit mijn hand, jongens. Ik heb hem ook nou op. Ik heb hem vandaag opgedaan. Dit is een goede matte foundation. Ik heb de kleur Soft Sand. Ik zit nou midden in een hittegolf. Het is vandaag super, super warm. Ik ga ook weg de hele dag. En ik wilde dat mijn make-up vandaag goed en lang bleef zitten. En ik heb werkelijk waar gewoon van alles wat ik heb, van al mijn duurdere producten, ben ik gewoon voor deze gegaan. Omdat hij zo geweldig is. Hij is super mat. Als je niet houdt van mat, gaat hij niks zijn voor jou. Super goedkoop. Hij blijft goed zitten. Ook met de zon houdt hij mijn make-up er gewoon goed op. Hij maakt mijn huid helemaal mooi, goed egaal. Hij geeft goede dekking. Kijk eventjes hoe mooi gewoon mijn huid eruit ziet. Ja, ik had het zo niet verwacht. Dit is echt een hidden gem in de drugstore. Als we het in het Engels kunnen zeggen. Super goede matte foundation. Er zijn alleen niet veel kleuren. Dat is wel echt minder. Ik heb ook de kleur beige. Beige is echt best wel licht. Beige gebruik ik alleen maar wanneer ik geen zelfbruiner op heb. Dat is echt bijna nooit. Maar in de video waarin ik alle Lottie London make-up had getest, had ik de kleur beige opgedaan. Want toen had ik geen zelfbruiner op. Dus toen was die goed. Maar nu gebruik ik gewoon weer Soft Sand. Er zijn echt maar like 5, 6 kleuren. Dus dat is wel echt minder. Maar misschien kun je 2 kleuren mixen. Want omdat het zo goedkoop is, kun je echt super makkelijk gewoon 2 kleuren halen. Dus deze is echt geweldig, jongens. Iets wat ook geweldig is, is een mascara. De NYX On The Rise Mascara. Ik had hem in het klein, in het kleinere formaat. Ik had die gratis gehad bij een Douglas bestelling. Want als je vanaf 20 euro aan NYX bestelde of zoiets, dan kreeg je die mascara er gratis bij. Ik had hem gebruikt en ik was helemaal onder de indruk. Wat een goede mascara. Hij lijkt super veel op de Too Faced Better Than Sex mascara. Het borsteltje lijkt er super veel op. Ik heb ook de kleine helemaal opgemaakt. En toen heb ik gewoon de grote besteld. Want ik was er echt heel blij mee. Hij is ook weer goedkoop. Niet super goedkoop. Geen Essence Catrice prijzen. Het is wel niks cosmetics. Dus het is wel een tikkietje duurder. Maar echt niet zo duur als Milani bijvoorbeeld. Het is niet super goedkoop in de betaalbare categorie. Maar ook niet super duur. Niks is echt zo'n middencategorie. Deze mascara is het echt waard. Ik rave niet heel veel over mascara's. Omdat ik echt bijna geen echte wimpers heb. Dus mascara's zijn voor mij altijd, ja, whatever. Ik doe toch altijd nep wimpers op. Maar van deze was ik echt zodanig onder de indruk dat ik hem echt eventjes wilde laten zien. Dus als je prachtige wimpers hebt, koop deze mascara en je gaat er echt tevreden mee zijn. Het volgende is een poeder. De Elf Halo Glow Poeder. Ook deze had ik in een video getest. Ik heb echt bijna alles in een video getest. Dit is de Halo Glow Poeder in de kleur Light. Is altijd uitverkocht bij de Douglas, dus wees snel. Ik heb hem in de kleur Light. En je hebt ook nog 2 donkerdere kleurtjes. Dit is echt een fantastische poeder. Het is wel een Halo Glow poeder. Dus echt een glow poeder. Hij geeft echt een glow op je gezicht. En dat is ook echt. Hij maakt je gezicht niet mat. Vandaag heb ik de Cody Airspan poeder gebruikt. En dan zie je ook echt dat mijn gezicht mat wordt. En als je deze gebruikt, krijg je echt nog zo'n mooie glans over je hele gezicht. Dat is echt prachtig. Als dat de look is waar jij voor gaat, is dit echt een geweldige poeder voor jou. Hij maakt mijn gezicht heel mooi glowy. Of ja, hij maakt je gezicht gewoon niet mat. Dus dan automatisch blijft je gezicht gewoon een beetje glowy. Dus dat vind ik echt geweldig. Ik heb ook heel vaak glowy poeders gebruikt. Waarvan ik dacht, ja, ik zie niet echt een glow of zo. Maar met deze was dat wel echt. Dus dit is echt een super fijne poeder. Ook weer spotjes goedkoop. Echt je geld waard. Hij is niet voor niks altijd uitverkocht. En dan heb ik hier een lipstick, mensen. Totally impressed. Niet te doen. En dat is de Maybelline 24 Superstay Matte Ink Lipstick. Er staat ook echt overal dat hij 24 uur lang goed blijft zitten. Ik had ook heel veel mensen online zien zeggen dat dit echt de beste matte liquid lipstick is die hun ooit hadden gebruikt. Ik heb droge lippen. Dus ik draag eigenlijk bijna nooit alleen maar een matte liquid lipstick. Wanneer ik een matte lipstick opdoe, combineer ik het bijna altijd met een gloss. Ik heb hem by the way in 3 kleuren. Het zijn ook echt 3 prachtige kleuren. Maar toen ik laatst deze opdeed in het rood. Dit is de kleur 20 Pioneer. Rood is zo'n kleur die ik eigenlijk bijna altijd wel mat laat. Want rood glossy vind ik altijd best wel heftig. Ik vind het wel mooi af en toe. Maar ja, ik neig toch altijd naar gewoon rood mat. Dus ik dacht, ik doe hem gewoon op. Mensen, zelfs met mijn extreem droge lippen, bleef hij gewoon hele avond goed zitten. Ik was zo onder de indruk, niet te doen. Deze 2 andere kleuren heb ik al een tijd. Deze lichte kleur is 05 Loyalist. En deze beetje meer bruine kleur is Fighter. Deze 2 heb ik al een tijd. Deze heb ik nieuw. Maar ik had deze 2 dus nooit gewoon opgedaan alleen. Ik mixte ze altijd met een gloss. Dus ik heb nooit echt gezien dat ze het heel goed deden ofzo. Omdat de gloss, ja, dat het dan een beetje verhult. Maar toen ik deze alleen opdeed,
Als ik jullie zeg dat je hem gewoon niet eraf krijgt. Deze is echt 24/7. Dit is de nummer 1 beste matte liquid lipstick die ik ooit heb opgedaan. Ik heb ook een heleboel dure die niet zo goed blijven zitten als deze. Vooral met mijn droge lippen wordt hier zo binnenin. Wordt het allemaal helemaal zo viezig en gaat het eraf. En het ziet er gewoon altijd niet uit. Daarom combineer ik het altijd met een glossje. Maar deze, ik was echt onder de indruk, mensen. Ik ga echt nog gewoon een aantal andere kleuren halen. Want het is echt amazing. Dus deze, mensen, ik raad het echt aan als je op zoek bent naar een goede betaalbare matte liquid lipstick. Niet eens alleen bij betaalbaar. Als je überhaupt gewoon over het algemeen op zoek bent naar een goede matte liquid lipstick, raad ik deze aan. Ik zweer het je, deze is echt supergoed. Ik was helemaal flabbergasted. Mensen, ik was deze Catrice setting spray helemaal vergeten. Maar deze wil ik echt nog heel eventjes laten zien. Dit is de freezing spray. Deze is supergoed als je je make-up lang en goed wilt laten zitten. Hij is ook bijna op, zoals je kunt zien. Ik ben nou hier. Het is echt een totale dupe van de Urban Decay All Nighter. Ik had deze setting spray gezien online. Het was een hele hype. Heel veel mensen vonden hem goed. En toen was ik ernaar op zoek gegaan. Hier bij ons kon ik hem nergens vinden. Uiteindelijk toch random gevonden bij een kruidvat. En ik ben echt tevreden ermee. Hij is echt de hype waard. Supergoeie setting spray. Sla me echt in. Ook lekker betaalbaar. Dus als je wilt dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Deze werkt echt. Nou mensen, dit waren alle geweldige betaalbare make-up producten die ik jullie wilde laten zien. Wel weer een hele grote disclaimer. Deze producten werken 100% voor mij. Maar ik kan jullie natuurlijk niet 100% garanderen dat ook alles gaat werken voor jullie. Want iedereen heeft ook weer een andere soort huid en dat soort dingen. Maar over het algemeen ben ik er echt wel van overtuigd dat de meeste van jullie echt blij gaan zijn met deze producten. Want ze zijn echt super goed. Echt, I love them. Echt je kleine beetje geld waard. Nou, vond je de video leuk? Geniet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!